stenen laatste wedstrijd op Sportpark De Boshoek. Komende week is AZ hier de tegenstander in de beker. Ook Katwijk, waar zij de aanhangers van zijn, speelt in de beker tegen Almere City. Katwijk is heerlijk bezig natuurlijk. 7 overwinningen, inclusief de beker op rij, kreeg maar 1 tegengoal. In diezelfde periode 3 nederlagen en 2 gelijke spelen. Voor de ploeg in het oranje, HHC Hardenberg. En dan kun je zeggen dat op dit moment ambities en prestaties niet helemaal hand in hand gaan. Hey, Mulder hier met een fout. Brandsma zegt merci. Het is 0-1. Keeper ook nog enigszins aangeslagen. Brandsma met nummer 5 van dit seizoen. Goeie tip in. Maar hij voelt zich natuurlijk lullig. Pascal Mulder greep daar nou niet in. Op de manier zoals het handboek voorschrijft. Weer Katwijk. Hier is weer Brandsma. Ah, goede redding nu van Jorik Maats van heel dichtbij, toch? Maakt het allemaal extra lastig. Katwijk won vorige week met 2-0 van ACV. HHC speelde gelijk tegen AFC. Deze zelt over de goal. Ja, toch maar eens proberen, Jesper Drost. Ploeg bij de hand te nemen. Ploeg van deze Pascal Diender. Het is ver lopen. Het schot van Doesburg wordt geblokt. Hier is Janmaat nog en Maats. Janmaat, die op dat middenveld staat en daar ook blijft. Robert Suzan moest zijn plek afstaan na zijn schorsing. Speelt nu centraal achterin. Hij moet hier in de verdediging en doet dat met de handen. Drost is er doorheen. Suzan verdedigt. En scheidsrechter Dreugeren kan maar één conclusie trekken. De bal moet op de stip en dan is er ook maar één die mag schieten. Hoewel het hier niet zo heel overtuigend is. Maar hij zit er wel in. Rob van der Leij, nummer 15 van dit seizoen. Meer dan 100 goals in de tweede divisie. De hensbal en de penalty die er bijna niet in gaat. Cordaya, daar de trainer van Katwijk, die vertrekt hè, aan het einde van dit seizoen. 2 keer kampioen werd met dit elftal. Dat derde kampioenschap zit er niet in. Dit is HC Hardenberg met het testen van Leeuwen. Reinders met een momentje vanaf de zijkant. Hier is Pascal Mulder. Ja, die heeft iets goed te maken. Man op de lijn overigens ook. Want dat was de andere aanvoerder, Robert Suzan. En dit is buitenspel. Dit is buitenspel voor Finn Janmaat. Ja, en dat is het ook. Het is alleen Finn Janmaat niet, het is Bart Sinteur. Maar dat maakt het niet minder buitenspel. Dit is Finn Janmaat. Dit is hem wel. En hier is Sietse Brandsma bijna voor zijn tweede. En zo gaat het lekker gelijk op. Zijn er momenten voor beide doelen. Maakt het voetbal extra leuk. Nou, terugleggen. Het schieten zit er echter niet in. Voor Jones. Hier is Brandsma. Verdedigd door Fatima. Ja, de scheidsrechter vindt daar een overtreding. Of ziet daar een overtreding in. Dat vindt hij niet. En Cordaya maakt zich druk. Terwijl hij ook nog eens een wissel voorbereidt. Met hangen en wurgen blijft men bij Hardenberg nu overeind. Maar naar Hutu. Een goede verdedigende actie. Janmaat. Janmaat! En deze doelman op geen fouten betrappen. Jorik Maats. Prima. In reactie op Janmaat. En dan gaat de tijd dringen. En zal Katwijk dan. Voor het eerst sinds 7 wedstrijden. Niet meer winnen. Brandsma. Het terugleggen. Het schot is van Ravensbergen. En dan blijft hij daar hangen. En hier staat Danny Bakker, maar het was ook buitenspel trouwens. Maar Bakker is invaller. Komen voor Schulten. Het scheelt niet zo heel veel. Er lijkt toch een Katwijks slotoffensief te komen. Mulder. Nee, HC Hardenberg krijgt die bal niet weg. En blijft dan dus in de positie die kwetsbaar heet. Wat heet? Wat heet? Hier is Matthijs Hardijk.
En wat een vreugde is er dan. En wat zit hier er mooi in. En hier kan Jordik Maats helemaal niets aan doen. Aanhang van Katwijk, hondstrouw, altijd mee, is blij. Nu mag HAC nog op jacht naar datgene wat de gelijkmaker heet. En die was hier dichtbij, Thomas Reinders. Even nog Katwijk onder druk zetten in die slotfase. Het maakt het alleen maar leuk. Een leuke middag. Hier is Pascal Mulder. En dit schot zelt over de goal heen. Dat betekent dat Katwijk de 8e overwinning van dit seizoen binnen heeft. Wel de tweede tegengoal, maar dat zal zijn zorg zijn. Weer 3 punten. Op naar de winterstop. Maar eerst op beide naar de beker deze week.